Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam dat is Alta Dylan en vandaag weer een FIFA video. Wij gaan in deze video een paar keer de 78 plus upgrade doen. En hopelijk pikken we er iets goed uit. Als we niks goed uit pikken, pikken we niks goed uit. En ja, wij zijn nu dus Ultimate Team aan het ingaan. En ja, dus de 78 plus upgrade. Weer al een leuke upgrade dat we kunnen doen voor ons team. We gaan nu Ultimate Team in. En ja, wij gaan nu weer een 78 plus upgrade doen. Wat voor mij wel best wel plezant is, omdat ik heb die vandaag al een paar keer gedaan. En we zitten nu dus in Ultimate Team. En we gaan direct naar de Squad Building Challenges zien. Wij zien hier voor mij de Dani Parejo, maar de rulebreakers die gaan we niet doen. Wij gaan direct door naar de... Nou, we hebben dan JJ Okocha. Wat er wel bij is gekomen ook. Ik weet niet waar dat hem staat juist. We gaan het naar de SBC's zien. Is een base icon upgrade pakket. Wat we wel kunnen doen. Maar we gaan een paar keer die 78 plus player pick doen. Daar moet je 6 spelers voor inleveren. Minimum gold en rare players minimum 3. Dus we moeten 3 rares inleveren. Dus ik ga gewoon zien naar CDM's. CDM's kan altijd. Maar dan hebben we Tonali. Dus gaan we gewoon naar center back zien. Kan ook nog wel. Dus dan leveren we daar Bonucci in. Daar hebben we 1 chemistry. Ja, dat weet ik. Een Tielemans kunnen we ook inleveren, want die ga ik toch nooit niet gebruiken. Een Tielemans leveren ook in. Dan moeten we maar 15 team chemistry hebben, dus... Dus eigenlijk hebben we kunnen... Een cam ook inleveren, als we nog een cam hebben. Ja, we hebben Isco nog kunnen inleveren. En dan een rechtswinger. Kunnen wij voor... gaan we gewoon... Premier League, concept players. Nee, moet zelfs niet Premier League zijn. Gewoon Gold Common. En dan krijgen we hier bijvoorbeeld Shaqiri. Die we gaan erin zetten. Shaqiri. Leftwinger. Wie kunnen we daarin zetten? We gaan daar gewoon de Ketelaar in zetten. Ja. En in de spitspositie gaan we niet Onuwachu, die is te duur. Ik ben even aan het zien wie dat we dat kunnen inleveren. We leveren gewoon, want we moeten die spelers ook nog kopen. Hier, Romania Remchuk, ex-agent. Dus de ketelaar die gaat voor niet veel eigenlijk, denk ik. De ketelaar. Ik heb hem hier gezien voor 8,50. Ik hoop die ook voor 8,50. Shaqiri. Gaat voor iets meer gaan, denk ik. Alhoewel. 900. Waarom klik ik op nou? En Roman Yaremchuk. Gaat ook voor iets minder gaan, denk ik. 1,2, nee. Daar vind ik hem 800, tak. En dan leveren we dat in. Die player pick. Maar dan gaan we direct nog een nieuwe doen, dus. We gaan terug. Exit een soort items later. We gaan nog eentje doen. En dan... Gaan we gewoon openen en zien wat we eruit krijgen. Dus we gaan nog eens nieuw start van scratch. We gaan gewoon
dan centrumid, Goldrair. We zullen zien waarop we uitkomen. Müller gaan we inleveren, David Silva kunnen we inleveren. Ja, de Centurion gaan we inleveren. Voor je toch vrij weinig. Die gaat toch nooit niet spelen. Nee, wacht, we moeten Goldrair hebben. Lukaku blijft wel in ons team. Die Mount kunnen we ook inleveren, die gaat toch niet spelen. En dan doen we net dezelfde methode. Oh, waarom? Engels Silver Rare. Goud Rare. En dan doen we nog eens. En wie gaan we nu inleveren? Kom, we leveren gewoon Chill wel in. Dus rechtswinger moeten we nu... rechtswinger Gold Common. Gewoon te veel geld aan uitgeven. Nu gaan we voor Berg Osso. Berghuis. Noah Lang. We gaan een Hollandse dingen doen. En dan Luc de Jong, denk ik. Het zal waarschijnlijk voor niks niet veel gaan. Dan hebben we toch van voor ook een goede linkje. Noah Lang, hoeveel gaat die? Gaat ze niet? Eentje, nee. 800, Noah Lang, tak, gekocht. Luc de Jong gaat misschien voor iets meer gaan, omdat er misschien nog een marquee matchup van Barcelona loopt. 900, tak. En Berghuis gaat voor... Ik weet niet eigenlijk hoeveel Berghuis gaat. Berghuis 958. Oké. Dan is nu de tijd dat we de gaan inleveren. Dus ja, ik heb van twee spelers, van twee teams wel mijn spelers moeten inleveren. Dus we gaan nu ze allebei doen. En wie krijgen we het eerste? Camavingo of Aranguiz. Dan gaan we gewoon voor hoger rated. En de tweede. Wie krijgen we daaruit? Grealish. Voor hoeveel gaat Grealish? Even zien, compare price. Grealish gaat voor meer dan dat ik er heb eigenlijk ingestoken. En Aranguiz gaat voor minder. Dus ja, deze was eigenlijk zo'n beetje de video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is altijd Dylan. Altijd wel geweest. Vergeet zeker deze video niet te liken als jullie nog meer van deze playerpicks willen zien. Moet ik eens in een video een tiental playerpicks doen. Like dan zeker deze video. Bij 5 of 6 likes ga ik er 10 openen in een video. En dan doe ik ze wel alle 10 eerst. Dan doe ik eerst die SBC en dan doe ik ze alle 10 en dan. En laat zeker een reactie achter. Misschien een gouden upgrade of zoiets. Want daar doe ik er minder van. Daar ga ik misschien maar 5 van doen dan. Want er zijn dan 55 spelers dat ik moet inleveren en ja. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam dat is dan altijd Dylan. Bedankt voor het kijken. Laat zeker die like achter. Abonneer. Reageer. En ja. Tot dan ben ik je boy altijd Dylan. Tot de volgende video. Joejoe.